Als Redemption Church Nederland hebben we 6 locaties verspreid over het hele land. Waar we voorheen offline kerk waren, zijn we de afgelopen weken online kerk. Dat biedt een heleboel nieuwe mogelijkheden, een heleboel nieuwe kansen en er zijn ook heel veel dingen om dankbaar voor te zijn. Er zijn ook vragen bijgekomen. Want wat is het nou precies, online kerk? En hoe beleef je dat thuis, met je familie, maar ook met elkaar als geheel? We zijn ook onderdeel van een internationale gemeente. Wat houdt dat precies in? Wat is bijvoorbeeld Jesus Cares precies? En waarom tartte Redemption Hellevoetsluis het afgelopen weekend de coronaregels? Welkom in de Amsterdam. Welkom in Amsterdam. Welkom bij Online Sessions. You give light. You are love. You bring light to the darkness. You give hope. You restore every heart that is broken. Goedenavond, mannen. Welkom hier in Amsterdam. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Hey, laten we gelijk even beginnen met wat in het welkom al werd gezegd. Hellevoetsluis, wat was daar dit weekend aan de hand? Want daar ging iets niet helemaal zoals we dachten dat het moest gaan, of wel? Hey jongens, ik was mijn handen in onschuld. Hey, ik was jarig. Gefeliciteerd. Dankjewel, dankjewel. En het bleek ook echt gevierd te worden. Dus dat was wel echt heel tof. Hoe ging dat dan? Nou ja, het begon een beetje zoals normaal eigenlijk met ontbijt op bed. Ze gaat er bij ons thuis, heerlijk. Radna, de kinderen lekker op bed. Cadeautjes. Maar ik had ook al een hele tas met kaarten gekregen. Van mensen uit de kerk. Wow. Eigenlijk. Dus het bleek achter mijn rug omdat dat er allerlei dingen geregeld waren. Mailtjes en zo en kaarten die binnenkwamen. Het was echt heel erg gaaf. Oké, tot zover corona-proof. Ja, dat gaat allemaal hartstikke goed. En daarna lekker naar beneden. Heerlijke samenkomst gekeken. En 's middags zei Radna tegen mij, van, laten we gewoon even lekker met de kinderen het park in gaan. Met mijn zwager en mijn schoonzus. En dan onze kinderen, dat die lekker konden spelen. Top, ook goed, weet je wel, houden wij afstand. Maar wij kwamen in het park en wij troffen daar niet mijn zwager en mijn schoonzus aan. Maar eigenlijk een deel van het team van Hellevoetsluis. Wow. Die was echt heel tof. Dus ik dacht al tegelijk van oké, dit was niet wat we gepland hadden natuurlijk. En het bleek het hele team was over het park verspreid. En wij liepen een beetje als koning en koningin eigenlijk. Op Koningsdag zo een beetje wuiven. En dan bij dit standje kregen we wat te eten. En bij die kregen we een cadeautje. Ik denk dat half Hellevoet wat daar omheen liep. Dacht van wat gebeurt hier inderdaad. Dus was echt waanzinnig leuk. Leuk. Ontzettend leuk. Ja. Ontzettend leuk dat we op zo'n manier toch ook nog betrokken bij elkaar kunnen zijn. Hè? Ja. Want het gebeurt nu voornamelijk natuurlijk online. De afgelopen weken. Hey, hoe ervaren jullie dat? Arnoud? Nou, ik moet zeggen dat toen 6 weken geleden alles soort van begon op te starten, dat ik wel dacht, pittig, hoe ga ik dit nou doen? En dus moet je drempels over en ontdekken hoe het dan werkt. Ik heb mezelf leren zoomen met wat hulp. Ik heb zelfs een eigen account, wat echt leuk is om te proberen en te ontdekken met allemaal andere achter schermpjes en zo. Dat kennen jullie allemaal ondertussen wel. Heel irritant worden die na een paar weken. Al die Zoom-grappen die gemaakt worden, dat is echt super herkenbaar ondertussen. Maar het zelf gaan proberen en erin stappen en dan te gaan connecten met mensen op een schermpje. Dat is wel gewoon iets wat je moet gaan doen. En ik kan zeggen na 6 weken dat ik er steeds meer aan begin te wennen. Live is natuurlijk gewoon veel leuker. Het feit dat we hier elkaar al even op afstand zien, is natuurlijk al echt een feest. Dat is echt tof. En dat zouden we denk ik heel graag met onze eigen locaties ook wel weer willen. Maar de stappen nemen voelt toch wel als, we're on the way. Ja, want je hebt het over Zoom-meetings. Mensen ontmoeten elkaar dan online via een schermpje.
We hebben ook in al onze locaties elke zondag na de online samenkomst hebben we dat we elkaar kunnen ontmoeten in een soort after church café, koffie na de dienst moment. Hoe wordt dat beleefd, Carsten? Ja, ik moet zeggen, het is inderdaad ontdekken. Ik bedoel, normaal gesproken in een normale kerksetting is het een bepaalde vanzelfsprekendheid als je elkaar ziet. Ik hou zelf ook van om mensen de handen te schudden en even te huggen. En nu moet alles veel meer gepland. Hè? Dus je ontmoet elkaar als je het echt actief organiseert. Net zoals die koffiemomenten waar je het over hebt. Maar dat wordt goed ontvangen. Hè? Wij hebben wekelijks komen onze connectgroepen online bij elkaar. Eén keer in de twee weken kom ik daar ook bij. En hebben een soort plenair gedeeld met alle connectgroepen bij elkaar. En bespreken we een onderwerp. En de betrokkenheid is goed. En ik merk dat mensen dat prettig vinden om elkaar op die manier toch te ontmoeten. Ondanks dat het dan online is. Maar ja. Leuk. Mooi, dat zijn natuurlijk de dingen die we dan na zo'n samenkomst doen. Maar we hebben natuurlijk ook de samenkomst, gewoon op zondagochtend. Constant, als jij daarnaar kijkt met je gezin thuis, hoe wordt het beleefd? Nou ja, als ik voor mezelf kijk, ik vind het gewoon heel erg leuk om het mee te maken. Ik ben ook onder de indruk en dankbaar van wat God aan het doen is. Hoe we bediend worden, hoe we gezegend zijn. Als ik moet denken dat je dat als lokale kerk in je eentje moet doen. Dan weet je dat dat veel minder makkelijk is om het zo voor elkaar te krijgen. Dus een enorme zegen om dat samen te mogen doen. Tegelijkertijd mis ik toch ook wel echt het lokale kerk zijn. Ook het gevoel wat je met elkaar hebt. Ja. Dat hoor ik ook van mensen om me heen. Ja. Dus mensen zijn eigenlijk heel dankbaar voor de daily devotionals die er zijn. Light in the darkness. Voor het onderwijs wat we krijgen. Voor de worship die er is. En tegelijkertijd zeggen ze, ja, we missen ook gewoon onze kleur of het gevoel, de nestgeur, het Nederlands. Weet je wel, lekker bij elkaar. Dat gevoel. De nestgeur. Dat is het gewoon. Ja. Ik weet niet hoe het in Amersfoort ruikt. Heerlijk. Ja. Ik denk dat dat wel iets is. En ja, dat is ook gewoon zo. Dus met alle dankbaarheid is dat toch ook wel een buikgevoel, wat er ook gewoon is. En ik kan me daar zelf als persoon makkelijk overheen zetten, want ik ben snel blij en ik ben gewoon dankbaar. Maar ik merk wel dat het voor mensen om me heen, als wat breder in de gemeente kijk, soms wel wat uitdagender is om het gevoel te hebben van, hey, met de dankbaarheid voor dat grote geheel, hoe weet ik me nou zelf verbonden op zondag met wat daar gebeurt? Hoe blijf ik involved in kerk zijn hier en nu? Nou, dat vind ik ook wel gewoon een zoektocht en ik denk dat we dat met elkaar ook wel herkennen en hebben. Want we bewegen nu eigenlijk als één kerk naar buiten, als een nationale kerk op een zondag. We horen natuurlijk ook bij onze familie in Zuid-Afrika, Redemption Church Zuid-Afrika. Heel gaaf. Ja, dat is heel gaaf. Ja. Hoe wordt dat door jou beleefd, Koen? Ik vind het heel leuk dat we juist als één kerk weer meer met elkaar optrekken. En ik denk ook dat het echt goed is. Ik merk ook dat er binnen onze gemeente ook echt mensen heel blij zijn. Die zeggen, ja, nu begin ik pas te begrijpen wat het betekent om met Redemption te wandelen. Ik vind de stijl, hoe Pastor Joshua en Tara leiding geven, echt spirit-filled. Niet fillet spirit, maar spirit-filled. dat vind ik echt mooi. Je ziet dat het echt geloof is. Zeker als je ook, zoals wij dan, wat vaker met ze optrekken. Dat je ziet van, hey, dat is echt in het moment. God is aan het bewegen. En daar word ik heel enthousiast van. En ik geloof ook dat dat echt goed is voor ons als Redemption Nederland. Om daar meer van te ontvangen. Tegelijk zie ik ook echt een uitdaging inderdaad. Ik vind het heel moeilijk om mensen te helpen om actief te blijven of actief te worden. Ja. Nu er niet fysiek samengekomen kan worden. En dat is ook een van de redenen waarom we met de online healing room zijn begonnen. Maar mijn hart zou echt zijn dat we mensen thuis in hun eigen huiskamer of op hun werk of waar ze maar mensen ontmoeten kunnen helpen om daar Jezus te zijn voor hun omgeving, maar ook dus op die manier zelf te ontvangen. Dus niet meer. Ja, dus echt actief zelf. Ja, laten we daar eventjes op inzoomen. Ja. Jezus is er niet alleen voor ons, maar is er ook door ons. Ja. Dus hoe kunnen we, ja, inzoomen. Ik hoor jou inzoomen zeggen, zoom. Ja. Het is wel precies wat je zegt over Pastor Joshua. Die hoor ik heel vaak vertellen over, het is God heeft geloof in ons. Maar wij zijn ook bedoeld om geloof in anderen te hebben. Het is redemption for me.
Maar hoe doe ik mee met Jezus in redemption for the other person? In verlossing, zeggen we in Nederland, voor een andere persoon. En dat is gewoon wel echt ontdekken. Want dat is iets wat we als in onze gemeente de afgelopen jaren niet heel veel hebben onderzocht of gedaan. Het is echt nu aan het wakker worden, denk ik. Daar mogen we echt heel erg dankbaar voor zijn. Voor elk klein initiatief dat je als individu onderneemt naar iemand. Of misschien als connectgroep of clubje van 4, 5 mensen. God loves to see the small beginnings, weet je dat nog? Ja, dat gaat ook over dit naar buiten toe willen bewegen. Dus dat zijn we, denk ik, als Redemption Nederland gewoon wel echt aan het ontdekken en aan het leren. Ja, we zijn de laatste maanden, denk ik, voordat we zeg maar online kerk werden, zijn we echt bezig geweest met hoe kunnen we samen elkaar helpen om in onze kracht te staan. Hè? We hadden het over equipping the saints to do the work of the ministry. Ja. Ik word daar heel warm van. Denk van, kerk doe je niet met een paar pastors en een paar lui die vooruit gaan. Ja, die gaan voorop. Maar je doet dat met elkaar. En iedereen komt in zijn kracht te staan. Ja. En nu zit je in de praktische situatie dat een paar mensen toch weer heel veel dingen doen. Noodgedwongen, zijn we dankbaar voor. En het is heerlijk voor mezelf om daar ook aan mee te mogen doen. Maar ik zie heel veel mensen nu wel zitten van, ik wil meedoen, maar hoe? Ja, ja. Weet je wel? En dat is wel, ik proef ook als wij met elkaar praten, dan proef ik dat gevoel van, hoe doen we dat? En dat vind ik nog wel een zoektocht van, hoe gaan we dat invulling geven? Want ik geloof wel dat Jezus ons wel nieuwe dingen gaat laten zien, hoe we dat in deze tijd kunnen doen. Ja, het evangelie is natuurlijk gewoon bedoeld om in beweging te zijn. Ja. Jezus maakt alle dingen nieuw. Dus dit is voor ons gewoon, denk ik als kerk, een enorme mogelijkheid om achter Jezus aan te bewegen. En jij noemde net al eventjes, Koen, tussendoor, daarom zijn we Healing Room gestart. Voor de mensen die niet weten wat dat is. We zijn als Redemption Nederland zijn we Healing Room gestart. Ja. Jij leidt dat initiatief. Vertel eens er wat over. Ja, dat is echt heel leuk. Elke dinsdag om 9:00 en vrijdag om 9:00. Normaal gesproken hebben we een live sessie. We hebben een Facebookpagina aangemaakt waarin mensen gebedspunten kunnen aanbrengen. Echt alleen voor genezing. Want we hebben nog een andere gebedsstream waar je eigenlijk meer voor het pastorale terecht kan. Wij zeggen nee, we willen echt focussen op genezing. En dan gaan we dus dinsdag en vrijdag live. En dan gaan we live daarvoor bidden. En tussendoor geven we eigenlijk kleine teachings, leggen we de hele tijd uit. Wat is de kracht van woorden? Hoe bid je? Als er nou niet geneest, wat betekent dat dan? Weet je wel? En hoe kun je daarin blijven staan? En we zien dus dat best wel een heel aantal mensen ook live dan dat volgen. Dus met ons meebidden. En de laatste tijd hebben we gewoon over de 200 comments per sessie. En die duren ongeveer 50 minuten. En het is echt super lachend. Dan zie je dus dat mensen volop aan het meebidden zijn. Er zijn natuurlijk 30 comments, amen en handjes in de lucht. Maar er zijn ook echt woorden van kennis. En ook echt, echt hele goede gerichte gebeden. En het mooie is dat we nu soms al een gebedsverzoek hebben voor iemand die ziek is. En voordat we live gaan, is diegene al genezen door het gebed. Wat continu, zeg maar, continu zitten mensen op die Facebookpagina te lezen en mee te bidden. En dus als je het hebt over hoe kunnen we nu precies zelf actief zijn, dan is dat iets wat mensen kunnen doen. En dat was ons hart. Want het is eigenlijk begonnen toen Hanni, die getuigenis hebben jullie wel gezien, denk ik. Die man die eigenlijk op sterven lag en zijn familie was afscheid aan het nemen en die weer genezen is van corona. Daar zijn inmiddels al meerdere getuigenissen van. Maar bedachten we, hey, wat gaan we doen? Zullen we een WhatsApp-groep beginnen, kill corona of zoiets? En uiteindelijk is dit het geworden. En nu zitten we te denken, hey, misschien is er nog wel meer mogelijk. Misschien kunnen we online profetische dingen gaan doen. Ik geloof echt dat we mensen kunnen gaan helpen om thuis zelf Jezus te vinden hierin. En niet op de bank te liggen wachten tot dit allemaal voorbij is. Maar juist nu, ook binnen ons bouwbedrijf merken we het, mensen zijn veel opener voor een gesprek. Dus we hebben klanten en daar staan we soms een half uur tegen te praten. En dan zeggen ze, maar wat geloven jullie dan? En hoe zit dat dan? En waarom geloven jullie dat? En, wat je zegt, deze fase biedt ook weer nieuwe mogelijkheden om creatief met elkaar om te gaan. En ook dus om kansen te hebben om het evangelie te delen. Heb jij dat ook in jouw omgeving, in je leven? Ja, eigenlijk is de werkvloer was eerder toch een beetje de kerkvloer. Hè? En dat is nu wel verschoven, denk ik, waar het misschien ook wel ligt. Hè? Constijn zei dat net, hè, dat de kerk bedoeld is om de heilige toe te rusten voor het werk in de bediening. Maar die bediening, ik heb ooit in een gemeente gezeten waar op de deur stond, als je naar buiten ging, van u betreedt het zendingsveld. Nou, die gemeente heb ik ook gezeten. Ja, dat weet ik. En, hele mooie gemeente. Maar op zich, dat is het ook eigenlijk wel. Hè? Dat, en we hebben gelukkig een intelligente lockdown. Voor zover, ik weet niet hoe dat zit. Maar
Je bent nog genoeg in contact met mensen. Hè? Ik zit zelf midden in een verhuizing en dan zijn we aan het klussen. En dat doe ik dan met iemand samen. En er is volop gespreksmogelijkheid en om te getuigen. En inderdaad, ik herken ook heel erg dat, dat mensen vragen hebben, dat mensen zorgen hebben. En er is volop gelegenheid om het gesprek te hebben. En dat zijn uiteindelijk de mensen waar we het voor doen. Hè? En al onze gemeenteleden, die werken in het ziekenhuis. Die zitten in het bedrijfsleven. Die werken op de beurs of whatever. Die komen al die mensen tegen. Ja, weet even, je even trouwens tussendoor. Een applaus voor al die mensen die in al die beroepen actief zijn. Ook in onze gemeente. Echt, we eren ze. Ja. Amen. Amen. Ja. Dus ik geloof daar heel erg in. Dat ik heel erg hoop dat het een soort wake-up call is voor mensen van... I'm a blessing somewhere to happen. En ik ga er ook in opstaan. Want ik geloof ook echt dat we te geven hebben. Hè, van wie de Heer door ons heen wil zijn. We hebben bijvoorbeeld buren. Mm. Die hebben we. Maar die vroeg opeens van... Hey, ja, het valt ons wel op dat op zondag jullie auto er opeens staat. Weet je wel? Hoe doen jullie dat eigenlijk als kerk? Dus was echt heel tof. Ik kon gewoon even heel leuk vertellen over hoe dat dan was. Maar ik dacht, toen ik binnen zat daarna... Hey, ik kan hem natuurlijk ook gewoon even de link toesturen van de samenkomst van die ochtend. Ja, dat was op zondag. Precies. Ze hebben gewoon samen een huisje naast ons de samenkomst zitten kijken. Dus het is heel, heel easy ook. Maar nog even, als ik terug mag komen op de koffie naar de kerk. Hè? Dus we hebben natuurlijk, we zijn dan eigenlijk één kerk. Dat zijn we sowieso, dat beleven we. Maar ik denk dat juist de lokale verbinding die je met elkaar hebt, dat daar ook heel veel kracht in zit. En ik merk wel dat iedereen krijgt een enorme reset. Mensen zitten thuis. En soms ook inderdaad afwachtend van hoe gaat dat dan doen? En wat gaat de kerk dan doen? En ik denk, en dat is mijn ervaring met die koffie naar de kerk. Het is een drempel. Ja, en er zijn zat mensen die Zoomen niks vinden. Of die het niet kennen. Maar wij zijn denk ik de laatste locatie die After Church Café heeft. We hebben het nu 2 keer gedaan. En het valt mij echt op dat de kwaliteit echt hoog is. Dus mensen die dan eenmaal de drempel overstappen, zeg maar, om toch even dat programma te installeren en om aan te haken. Het is echt gaaf, omdat je in kleine setting dus dit soort verhalen kan delen. Van hey, hoe beleef jij het en hoe stap jij uit en dat soort dingen. Dat is echt, Dat het ook voor mensen die nieuw zijn, want hey, laten we even wel wezen. We krijgen ook gewoon nieuwe mensen die kijken naar onze uitzendingen. Ja, ook voor hen is het natuurlijk een hartstikke laagdrempelige... of misschien hoogdrempelige manier om aan te haken en mensen te leren kennen. We hebben ook mensen die natuurlijk... We hebben nu altijd over Zoom en over dat soort videobelprogramma's... maar we hebben ook mensen die dat helemaal niet hebben... en daar ook niet bekend mee zijn. Ja. Dat zijn zowel jonge mensen als oudere mensen. Hoe doe jij dat bijvoorbeeld in Amersfoort met die mensen? Nou, wat ik zie, dat is in de contacten en in de connectgroepen die er zijn... dus waarin mensen elkaar in hun omgeving of rond een thema ontmoeten... dat ze daar echt wel oog hebben voor elkaar. Dus dat vind ik zelf echt super indrukwekkend om te zien. Er zijn veel initiatieven die niet georganiseerd zijn... maar waar we wel de voorwaarden voor hebben gecreëerd als kerk. Waar je ziet dat echt een stukje liefde van mensen... ook voor mensen die bijvoorbeeld niet zo online begaafd zijn... laten we het maar even zo noemen, om die er wel bij te betrekken. En dan zie je dus bijvoorbeeld... dingen gebeuren dat een ouder iemand die daar natuurlijk niet in thuis is, die dan wordt uitgenodigd door iemand, wel met inachtneming van die 1,5 meter, om dan mee te komen kijken. Dat kan wel. Je mag iemand uitnodigen. Mm. En nou, wat dat betreft kun je ook een beetje slim zijn met elkaar en echt oog hebben voor elkaar. Ja, en dat en vind zo, ik. Ja, dat is gaaf. En zo is de kerk ook weer actief. Zeker. Binnen, maar ook net. Wat jij net zei, we kunnen ook zo weer naar buiten treden. Over naar buiten treden gesproken. We zijn onderdeel van de Redemption Church Global. We doen dingen hier in Nederland, maar we doen ook dingen vanuit Nederland in het buitenland. Ja. Dat doen we onder de noemer Jesus Cares. Is er iemand hier die daar specifiek iets over wil zeggen? Dat je zegt, hey, dat vind ik nou, dat raakt me daar heel erg in? Ja, ik zou dat eigenlijk wel willen. Ja. Ik ben afgelopen weekend raakte het mij echt toen Pastor Josh vertelde dat ze in Zuid-Afrika... dat ze voor geloof ik 40.000 mensen voedselpakket hebben uitgedeeld... waarmee die mensen dus een maand lang te eten hadden. En daar hebben wij dus mede aan kunnen bijdragen. En ik dacht echt, serieus? Ik zit me druk te maken over de vraag... zingen we wel Nederlandse liedjes? Hebben we wel Nederlandse pastors? Ja, even heel eerlijk. Dat zijn wel dingen die mij soms bezighouden. Ja. En ik zie daar gewoon... Dat, wil je dat nu uitspreken? Ja, natuurlijk. Graag even. Ja, wil ik alsjeblieft. Okay. Ja. Doe maar straks. Ja, okay, ik zit in het midden. Nee, maar serieus. Maar dan denk ik van...
wacht even, we zijn bezig om door God gebruikt te worden voor iets wat veel groter is dan die mini comfortzone van mijn kleine omgeving. Hoe belangrijk die ook mag zijn, want God houdt van mij, geloof ik dat wij echt ook wel in een soort van honeymoon nu worden meegenomen, waarbij ik dacht, oh, we gaan in een strandstoel naar de palmbomen kijken. En in mijn honeymoon blijkt echt een soort van raft te worden. Waarbij de man zegt, ik heb voor jou iets een honeymoon die jij misschien nooit voor ogen had. Maar die wel echt serieus gaaf gaat zijn. En je moet gewoon wennen aan het idee, want je plaatje verandert. Het huwelijk maar met redemption. Het huwelijk met redemption is wel misschien anders dan je had gedacht dat het zou gaan. Maar ik word er wel heel blij van als ik zie waar dit dan op die vlakken toe leidt. Dus dat helpt mij om ook te denken van, oké, laat ik mijn Nederlandse opinie over dingen maar eventjes in een wat wachtstand zetten. En gewoon lekker meegaan op die golven die ik zie. Ja. En waarvan ik geloof dat God ze ook geeft. Ja, want even heel zwart-wit gezegd. Ja. Doordat wij als Redemption Nederland meebewegen in het Jesus Cares gebeuren, worden er op dit moment letterlijk levens gered. Absoluut. Het evangelie is in die zin levensreddend, ook door onze kerk heen. Absoluut. Dat vind ik ook echt tof. Dat je, weet je, hebt natuurlijk 100.000 goede doelen waar je aan kan geven. En wij leven in een land waar gelukkig echt superveel zorg al is. En waar we naar elkaar omkijken en waar we gewoon echt in overvloed leven. Maar ik vind het ook echt gewoon een tof idee dat bij de afgelopen twee zondagen, dat we dus heel bewust Jesus Cares bij de collecte ook centraal hebben gesteld. Dat je gewoon weet van, man, alles wat ik nu geef, redt letterlijk een mensenleven. Ja, ik bedoel, hoe gaaf wordt geven dan? Ja. Dat is gewoon super tof. Ja. Ik denk overigens wel dat we dat voor onszelf ook nog zoeken, want we zitten in een raft, noemt Constantijn. En het is echt zo'n wildwaterbaan. En rond Jesus Cares zijn we natuurlijk eigenlijk net begonnen. Dus, maar we zijn ook aan het kijken naar initiatieven in Nederland waar we bij betrokken kunnen zijn. We zijn aan het verbinden met de voedselbanken bijvoorbeeld, omdat daar natuurlijk de doelgroep komt die als eerste klappen vangt als het gaat om tekorten. Dus we willen ook hier en breder natuurlijk Jesus Cares zeggen. En zeker. Daar en hier. En we doen, goed dat je dat zegt, we hebben het over de voedselbank. Er zijn ook nog andere initiatieven. In Amsterdam zijn we met een initiatief bezig, toch? Ja, we hebben daar ook voedselbonnen gegeven aan prostituees. Want dat is natuurlijk een contactberoep, zoals je waarschijnlijk wel weet. En dat mag niet meer. Dus daar zijn. En voor degenen die hier legaal zijn, is het ook nog wel goed geregeld. Maar er zijn een heel aantal illegaal en die kunnen ook niet terug naar hun land. En die hebben ook per direct gewoon geen inkomen meer en geen eten meer. En we hebben aangeboden van, als je nu uit wil stappen, dan willen we meebetalen of betalen voor je opleiding als je om wil scholen. Super gaaf. Wauw. Ja, en we zijn verder aan het kijken, hè, of we ook in Centraal- en Oost-Europa kunnen helpen met dingen. En dat vind ik wel tof. Hè. Je denkt soms van, ons land is zo goed geregeld, hè, wat Jaap ook zei, wat kun je doen? Maar over de markt zeggen ze, geloof ik, daar is je gulden een daalder waard. Maar die mensen die echt hebben gegeven aan Jesus Cares, dat heeft gewoon een soort hefboomwerking in Zuid-Afrika. Weet je? Daar kunnen letterlijk gewoon, is je euro hier, daar kunnen daar zoveel goede dingen mee gedaan worden. En dat vind ik wel heel gaaf. En dat gaan we ook nog wel inzichtelijk maken meer naar de gemeente toe. Want dat is denk ik ook belangrijk, weet je, dat mensen die gegeven hebben ook te zien krijgen van wat is er dan mee gebeurd. Ja, deels kan je dat nu al zien, hè, op de website redemption.nl/JesusCares. Ook in deze specifieke Moederdagweek hebben we ook nog Jesus Cares gerelateerde acties voor mensen die een sponsorkind hebben bij een organisatie. Dus ook daar willen we aan meehelpen, aan meebouwen. Dat zijn mooie initiatieven, denk ik toch, mannen? Zeker. Ja. Hey, en als we straks, als dit allemaal weer voorbij is, we zitten hier niet op veilige afstand van elkaar en we mogen weer met grotere groepen bij elkaar komen, we mogen weer fysieke offline kerk zijn. Nou, vertel mij eens, hoe gaat dat eruit zien? Iemand. In ieder geval het hostingteam gaat leren Bluetooth boxen, zoals ze bij de kids church leren. Pliep, pliep, weet je wel zo. Dat zijn de kids church is trouwens tof, hè? De kids TV. Echt te gek. Die gasten, wat die allemaal produceren en maken voor onze kinderen. Ja. En heel eerlijk, als ouders, als je als ouder meekijkt, dan ik ontvang en geniet er zelf ook onwijs van. Yo, wat is je geloof. Maar denk maar eens aan hosting of zo, weet je. Hoe ga je dat doen? Gaan we nog huggen, knuffelen? Dat kan natuurlijk in het begin helemaal niet. Dus misschien als we in september kunnen starten. Ja, ik heb mijn hoofdproductie wel de vraag gesteld. Ga eens nadenken over hoe we kerk kunnen zijn.
Ga je dan de kerk samen de stoelen bij elkaar zetten? Gezinnen mogen naast elkaar zitten en daar 1,5 meter tussen. En dan zit daar iemand die alleen is. Dat mag dan. Dus om erover na te gaan denken is in ieder geval al wel tof. Want ik proef bij ons allemaal en ook uit de gemeente dat we wel zin hebben om ook op zondag gewoon handjes in de lucht en worshipen. Ja. Toch in het geluid van de kerk samen. Er is toch iets bijzonders wat de Bijbel zegt over de samenkomst van christenen bij elkaar. Ja. En desnoods, ik heb Pastor Joshua al horen zeggen, desnoods beginnen we gewoon een soort drive-thru waar we de handen met plastic handschoentjes alsnog op mensen kunnen leggen om gewoon voor mensen te gaan bidden. Laten we gewoon maar creatief zijn, toch, met elkaar? Ja, en dopen gewoon vanaf de duikplank mensen in het zwembad gooien, weet je wel. Ja, toch? Ja, maar ja, mannen, als ik erover nadenk, dan denk ik, jongen, wat hebben we toch veel om dankbaar voor te zijn. We hebben eigenlijk door deze fase waarin een heleboel mensen ook negatief geraakt zijn, hebben we kansen gekregen om voor die mensen te bidden, om aan die mensen te geven. We hebben een nieuwe manier gevonden om ook met elkaar dingen te beleven online. En we worden straks hopelijk, zoals het eruit ziet, ook weer creatief gestimuleerd om straks weer offline kerk te zijn. Dus ja, het heeft, kan ik zeggen dat het NN heeft opgeleverd, winst aan kanten ook. Ja, en ik vind het ook wel bijzonder om mee te maken dat tegelijkertijd, en dat vind ik ook wel heel prettig om dat gewoon samen ook te proeven bij ons, dat we ook merken dat God ook wel iets in ons doet. En dat mag er ook gewoon zijn. Ja. Dus ook wel het vertrouwen dat er nog een paar vraagtekens zijn van, maar Heer, hoe gaat u dit nu doen? Hoe gaat u aan deze behoefte tegemoetkomen? Hoe gaat u dit probleem oplossen? En ik proef wel dat door wat we ontvangen, dat die geloof aan het bouwen is van, oké, jongens, vertrouw mij maar. En ik denk dat dat heel belangrijk is voor mij om ook gewoon oprecht met een smile op mijn face gewoon de dagen door te komen. En ook met de gemeente om te zeggen, we mogen de Heer vertrouwen. Want Hij leidt de gemeente en Hij bouwt de gemeente, ook in deze tijd. Ja, en jouw smile is niet weg te poetsen. Dat hebben we wel eens geprobeerd. Gelukkig niet. Ja, en we zitten ook nog in een wandeling. Het overviel ons allemaal, deze situatie. Dus we hebben ook, denk ik, als voorgangers, als leidersteams, als gemeenteleden, als mensen die betrokken zijn bij Redemption, ook ontzettend veel nog te ontdekken en te leren. Dus dat is het ook. Ja. Toch? Ja, dat is het ook. Het is gewoon, hoe zal het eruit zien? Niemand weet het. Behalve Jezus die voor ons uit is gegaan. Dat vond ik zondag ook echt wel heel erg gaaf trouwens. Ik weet niet hoe jullie die samenkomst beleefd hebben met dat stukje uit The Chosen. Maar het viel mij echt op dat... The Chosen is? Ja, dat is de serie die Pastor Joshua even aanhaalde. Die kun je gratis online volgen ook. Dus ik denk dat we dat zeker nog via onze kanalen wel de wereld in gaan brengen waar je het kan vinden. Maar dat ging even over de scène waar Jezus eigenlijk de vrouw bij de bron ontmoet in Samaria. En het eerste is al wat opvallend is dat Jezus dus eigenlijk een weg kiest die hij helemaal niet zou moeten gaan. Mm. Hij was daar helemaal niet, hij zou daar eigenlijk helemaal niet mogen komen, hij komt er wel. En vanmorgen zat ik over na te denken, denk man, hoe mooi is het eigenlijk? We hebben allemaal geleerd dat Jezus komt bij de bron. Dus je gaat naar de bron, je gaat naar de kerk en daar vind je Jezus. Mm. Maar Jezus laat eigenlijk zien, joh, whatever route I need to go, om jou bij jouw bron te ontmoeten. Ja. Dus en op jouw bron, dus de plek waar jij droogte hebt. En voor die vrouw is het een plek van schaamte, weet je wel. Zij schaamt zich en daardoor gaat ze op midden van de dag water halen. Mm. En dat is zo mooi, dat waar jij ook jouw dorst probeert te lessen, Jezus gaat die extra mile, letterlijk, om je op die plek van droogte te ontmoeten. Dus alle vragen die je hebt, zelfs alle, weet je wel, heel veel mensen zitten denk ik ook thuis en met een soort van droogte, een soort van dorst. Die vrouw was eenzaamheid, die was alleen. Eenzaamheid, schaamte. Weet je, sommige mensen gaan extra eten. Sommige mensen gaan misschien andere websites opzoeken. Waar het ook zit voor jou, weet je wel. Jezus komt naar jou toe. En dat moet hij moet dat zijn, want we kunnen het niet zijn voor elkaar. Ja. Hij moet het zijn. En je zegt ook mensen, maar ik ervaar dat zelf ook. Mm-hmm. Toen ik net over drempels had, als het om iets zo simpels als Zoom gaat. Ik denk dat dit ook echt een tijd is, een periode is waarin jouw relatie met de Heer het soort van ook even heel real wordt of zo. Ja. Maar wanneer ik ook wel merk dat Jezus ook gewoon heel graag mijn hart wil hebben. Zoals die vrouw naar de bron. Ik was zo geraakt gisteren dat het echt was. Maar ik ben hier voor jou naartoe gekomen. Dat ik dacht, Jezus, ook voor mij, weet je wel. En ik had de tranen echt in mijn ogen staan. Ja. Ik zat op een ander moment ook nog echt te piepen, want het raakte me echt. Ja. Maar dus wat ik merk is dat de Heer mijn hart aan het bedienen is. En dat doet hij zo anders dan op een zondag of op een ander moment in de week in deze tijd. En dat is ook dus een kans voor ons, voor jou als persoon. Voor mij als persoon merk ik dat is een kans samen met Annemarie. Ook met mijn gezin, maar ook samen met Anne.
om eigenlijk te ontdekken van, ja, weet je, welke dingen kan ik nu, waren niet naar boven gekomen. Pastor Marcel had het erover afgelopen week op maandag. Mm-hmm. Had hij het over tijdens Light of the Darkness. Ja, weet je, God doet nu dingen in onze levens. Ja. En daar wil ik me eigenlijk ook wel gewoon aan overgeven. Hey, als we een voorganger zijn, dat betekent dat we onze kwetsbaarheden en leerdingen ook gewoon nu met Jezus gaan, toch, Kars? Ja. Ja, ja, en dat vond ik ook tof aan het filmpje van The Chosen. Hè? Dat het gesprek was heel down to earth. Hè? Hoe die vrouw reageert, hoe Jezus reageert. Hè? Wij hebben vooral de mooie volzinnen. En ik denk dat daar het ook in zit. Van, wat voor mij heel erg uitsprak is dat het open gesprek. Hè? Je gedachten bespreken met de Heer, je gevoelens. En ik geloof juist in deze tijd dat de Heer dat ook gaat benutten om dichterbij te komen. Dus ja. Hmm. Ja. Mooi. Jij noemde net eventjes samen thuis met Annemarie. En dat vind ik even heel praktisch, hè? Op een zondagochtend. Ja. Die online samen. Ik hoor je nu al lachen. Op een online wij zitten keurig met z'n vijf op de bank. Gewoon van oud naar jong. Zo, ja? Ja? Een soort gezin. Ja, zo de Sound of Music familie. Ze lijken op vrouw, alles behalve dat. Ja, hoe gaat het bij jullie op zondagochtend? We hebben nu een extra samenkomsttijd toegevoegd. Niet alleen om 10:30, maar je kan ook om 9:00 kijken. Dat is natuurlijk gewoon puur om al die gezinnen. S'avonds toch? S'avonds, ja. Hoe werkt dat? 'S ochtends word je wakker, je gaat kijken. Hoe gaat het bij jullie het gezin? Het is meestal te doen, want wij hebben twee laptops. En dan zetten we er eentje zetten we voor de kinderen. De andere voor de oudere kinderen. Dus dan zijn ze alle drie bediend. En dan doen we de deur dicht. En dan gaan wij via televisie de dienst volgen. Dus. Oké. Toch lekker. En dan daarna doen we de deur open, zien we wat de schade is aan het eind. En die is natuurlijk al verteld. Ja, ik dacht al. Ik dacht, gaat het nog een keer op mijn gezin lijken, maar dat ging wel. Ja. Voor de anderen, gaat het lekker? Ja, wij beginnen eigenlijk om 9:30. We hebben het wel een beetje gestructureerd, denk ik. Past wel een klein beetje bij ons. Om 9:30 gaan we met de kids achter de tafel zitten en kijken we gewoon kids tv beleven. Doen we de spelletjes, gooien we Goliath op de grond afgelopen week. En dan op een gegeven moment zijn de kinderen klaar. En dan zorgen we dat ze gewoon inderdaad achter een ander schermpje kunnen duiken. Of misschien iets gaan doen. Maar dat is best een uitdaging deze tijd natuurlijk binnen zijn huis. Zodat we zelf gewoon echt de tijd kunnen hebben om te aanbidden. Maar het is natuurlijk echt anders. Zit je op de bank te worshipen. Hmm. Maar ik moet zeggen, afgelopen week ook dat nummer Egypt. Weet je, you stepped into my Egypt. En hij heeft ons echt uit de slavernij getrokken. Ja, je moet je eraan geven. Maar als je daar samen voor kiest, dan is Jezus daar natuurlijk gewoon ook bij mij op de bank. En het is anders. Het is ook wel dus een keuze eigenlijk. Dus, ja, dus ik merk dat ook. Bij ons is dan niet zo heel erg gestructureerd. Bij ons is het meer gewoon, 9:50, weet je wel, snel 9:30. Ja, wij hebben inderdaad wel ook dat de kinderen, we hebben het een tijdje allebei gedaan. Dat we eerst de volwassen samenkomst deden en daarna de kids. Ja. Maar ja, dan ben je wel een hele dag bezig. Dus wij doen het nu ook een beetje. Wij doen het nu een beetje inderdaad ook op die manier dat de kinderen lekker kids church kijken. En, maar het is ook wel gewoon even de eerste paar weken even wennen inderdaad. Ook, je zit op de bank, de setting is anders. Wij hebben nog een kleintje van 2,5 die gewoon met zijn auto's voorbij komt rauzen. Ja, precies. Maar ja, het werkt wel gewoon. Ja, maar dat is wel de ontdekking. Wij de tieners en daar moet je gewoon eerst eten neerzetten. En dan komen ze naar beneden toe. Eten, drinken en dan zeg maar oké, dan vervolgens is de volgende stap. Ja. En dan, ja, weet je, dat lukt dan wel. En wat ik heel leuk vind is dat de oudste drie van ons, die gaan dan vervolgens met de tiende groep gaan ze ook zoomen met de jeugd. En dat vind ik heel erg leuk. Ja. Dus dan hebben ze toch die connectie. En nou ja, ik ben heel blij dat ook daar voor die doelgroep gewoon echt gekeken wordt. Hoe kunnen we die gasten erbij betrekken? Want ze hebben natuurlijk gewoon hun eigen wereld. En daar mogen wij vooral niet al te veel bij komen. En op die manier is de kerk ook relevant voor hun. Dus daar ben ik ook super blij mee. Heel leuk, heel leuk. Ja, bij ons, wij kijken gewoon in principe, dit is het plan. We kijken naar de online uitzending. In ieder geval de worship samen. Maar daarna moeten we ze gewoon afleiden. We moeten eten voor ze zetten, iets in de mond houden. En dan ondertussen zetten we die kids tv aan. Ja. En dan zitten ze met een volle mond alsnog de liedjes mee te zingen. Ja. Dus is hartstikke leuk. En dan pakken ze meer mee dan dat je denkt. Zeker. Ja. Ja, en de dynamiek is verder vrij hetzelfde als ook met televisie kijken. Dat je af en toe, stil nou, want ik hoor het niet. En, Ja, precies. Hey, we hebben ook mooie dingen. We gaan bijna afronden nu. We hebben ook mooie dingen om nog vooruit te kijken. Deze week, Moederdag komt eraan. We hebben een Moederdagactie. Gisteren hebben de mensen daar die de nieuwsbrief van ons ontvangen, daar al meer informatie over gekregen. Voor mensen die dat nog niet krijgen, die kunnen zich natuurlijk altijd daarvoor aanmelden. Door even een e-mail te sturen naar info@redemptionchurch.nl. Maar Jaap, vertel eens even, wat,
houdt de Moederdag actie in. Ja, 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 nou ja, het is een van de acties die we bedenken. En overigens zou ik ook echt iedereen willen aanmoedigen. Heb je toffe ideeën om uit te stappen naar je omgeving? Mm-hmm. Deel het gewoon met ons. Weet je wel, stuur een mailtje naar info@ of naar je lokale info@. Maar Moederdag hebben we eigenlijk aangegrepen omdat we dachten van, joh, weet je, de moeders, juist dit jaar sowieso, maar juist dit jaar natuurlijk, hebben ze gewoon fantastisch werk gedaan. Ook de papa's heus wel. Maar ik denk toch stiekem meer dat de moeders echt wel gewoon de pilaren van onze gezinnen zijn geweest. En nog. Dus leek het ons tof inderdaad om een kaartactie te bedenken. Zodat je toch vanuit de thuissituatie, dat je niet echt op visite mag, wel een kaart kunt sturen. Die kun je downloaden. Dat lees je in de nieuwsbrief of op redemptionchurch.nl/moederdag. Dan kun je ze downloaden. En de actie is eigenlijk dat we met het downloaden van de kaart dus ook een gift kunnen doen om inderdaad een moeder en haar kinderen een maand lang van voedsel te kunnen voorzien in Zuid-Afrika en omringende landen. Dus dat is echt heel gaaf. Ja. Maar we hebben het ook juist zo op deze manier aangereikt, zodat je eigenlijk zoveel kaarten kan printen als je wil. Juist ook om inderdaad bijvoorbeeld een alleenstaande moeder in je straat. Mm. Misschien wel een buurvrouw die alleen is. Wij hebben zelf een buurvrouw die alleen is sinds kort. Weet je wel, om die mensen gewoon echt even een hart onder de riem te steken. Ja. Er staat een toffe tekst op. Weet je wel, mensen kunnen zien dat het van Redemption komt. Super. Maar je kunt ook gewoon je persoonlijke boodschap erbij doen en iets lekkers. Ja, en eventjes, niet alleen letterlijk moeders, hè, maar ook, weet je, hoeveel vrouwen, maar ook mannen, maar hoeveel vrouwen er ook geestelijke moeders de afgelopen jaren en ook de afgelopen tijd zijn geweest. Dus ook met diegenen die geen kinderen zelf hebben, maar op een andere manier moederschap uitvoeren, ook die kunnen we bemoedigen hiermee, hè? Yes. Ja, super gaaf. Ja. Hey, is er nog iemand die je zegt, nou, ik wil nu ik toch op deze witte stoel hier in het gebouw zit, ik wil echt nog iets zeggen. Is er iets nog wat er brandt op iemands hart? Ja, ik vind dus wel echt leuk, bedenk ik me net, de tijd die we met ons gezin hebben gewoon. Ja. Dat merk ik echt. De gesprekken die wij hebben met onze kinderen nu over Jezus en de vragen die ze stellen, dat komt toch. Je hebt geen afleiding van allerlei sociale verplichtingen en dat soort dingen. En ik merk dat voor onze kinderen is het echt goed om gewoon een tijdje geen invloed te hebben van vriendjes en vriendinnetjes en of weinig. Ze spelen wel, maar niet zoveel. En om eigenlijk mijn kinderen weer nog beter te leren kennen. Ja. Mm. Man. Want uiteindelijk is dat natuurlijk het hart van Jezus, om ons beter te leren kennen. En ik denk dan van ja, dit is echt een tijd waarin dat gewoon, dat wordt je wel gegeven nu eventjes. En ook al baal ik echt als een stekker dat ik de mensen van de gemeente niet kan zien. Mm. Hè, onze broers en zussen. En denk ik ook echt van ja, ook als je alleen bent, want wij hebben nog gezinnen. Wij hebben nog het geluk dat we gezin hebben. Nou, voor sommigen is het misschien geen geluk, maar voor de meesten is het geluk dat we gezin hebben. Nee, geintje. Maar ik denk ook voor de eenzame mensen, weet je wel. Ik denk van ja, Jezus is bij je. En ook hou je oog op hem. En daarmee bedoel ik te zeggen, laat je ook niet voorliegen dat jij er niet toe doet. Dat jij er niet bij hoort. Dat je buitengesloten voelt. Natuurlijk, we kunnen niet samen zijn. Het is ook echt, echt ontzettend balen. Maar je hoort er gewoon bij. En zo is het. Ik denk gewoon dat ook even gezegd moet worden. Dat je, hou je gedachten in controle. Weet je wel, wat de Bijbel zegt. Laat gewoon niet van alles binnenkomen. Maar hou echt je ogen op Jezus gefocust. En we geven misschien wel echt veel content. Maar dat is eigenlijk wel de reden daarvoor. Dat we gewoon continu eigenlijk willen laten zien. Maar dit is wat Jezus van je vindt. Want dat is nummer één van de duivel. Is om ons af te zonderen van elkaar. Zodat we verkeerde dingen over elkaar en over onszelf gaan denken. En daar is juist de gemeente voor. Om elkaar op te bouwen, te zegenen en te bemoedigen. Dus ook als je een mooi getuigenis hebt, maak een filmpje van jezelf. Want daar bemoedig je zoveel mensen mee. En stuur het naar ons op, alsjeblieft. Ja, prachtig hoe je dat zegt. En ik denk ook echt dat voor mensen die het ook moeilijk hebben nu thuis. Ja. Of dus in de eenzaamheid, maar misschien ook wel heftigere situaties die wij niet kunnen zien. Ja. Weet je wel? Ook dan geldt dit, weet je wel? Ja. Jezus is erbij, hij wil je bemoedigen. Hij wil ook die tranen troosten die er misschien soms komen. Die niemand offline zag, maar ook niet online zag. Ja. En heel gaaf. En ik denk ook dat we namens ook onze hele leidersteam zou kunnen zeggen, we bidden ook voor onze mensen. We houden van ze. Ook kunnen we dat niet offline laten zien, maar dat is wel echt, echt waar. Hey, en om daar gelijk dan ook maar mee af te sluiten met hoeveel we van onze mensen houden. Ik dacht, Kars, is het een idee dat jij de mensen die nu
kijken thuis bij deze online sessions een zegen toespreken namens ons allemaal. Ja, dat is goed. Yes. Doen jullie dan wel netjes de ogen dicht, jongens? Ja, ik zeg je in Jezus' naam met... het is zo mooi dat ondanks dat we online samenkomen, ook nu, dat nog steeds geldt waar twee of drie in zijn naam bij elkaar zijn, is de Heer niet alleen in ons harten, maar ook in ons midden, in onze woonkamers. En ik zeg je met, als deze situatie je geraakt heeft, ook op het gebied van gezondheid, dan zegen ik je met de bovennatuurlijke genezing en de proactieve gezondheid van Jezus. Ik zeg je waar het je werk of je inkomen geraakt heeft, dat je weet dat Jezus onze goede herder is, dat Hij de reden is dat het ons aan niets ontbreekt en dat Hij je gezegend heeft, dat Hij je zegent. Ik zeg je ook wat vandaag ook besproken is, dat je deze tijd ook benut met je geliefde, met je partner, met je kinderen, met andere relaties, met je vrienden, dat je het gebruikt om elkaar beter te leren kennen, om elkaar lief te hebben en daar woorden aan te geven en waar mogelijk handen en voeten. En ik zeg je ook dat het een tijd is waarin je groeit in je kennen van de Heer, van zijn liefde voor jou, van zijn overvloedige genade en zijn mateloze goedheid. En ik zeg je daarmee in Jezus' naam. Amen. It's your breath in our lungs, so we pour. Yes, mannen, dank jullie wel. Dit was de eerste keer in de serie Redemption Online Sessions. We gaan dit elke maand doen. Ook leuk dat jij daarnaar hebt gekeken vanavond. Leuk dat je erbij was. We hopen je heel graag ook de volgende keer weer te zien bij één van al de dingen die we online doen. We wensen je voor nu nog een hele, hele fijne avond. En we zien elkaar zeker zondag bij de online samenkomst. Tot de volgende keer. Yes.